De Gazelle Miss Grace C7 2022 is een populaire transportfiets van Gazelle. Het design is mooi, hij is overal voor te gebruiken. Eigenlijk gewoon een topfiets. Gazelle maakt al meer dan 125 jaar fietsen. En dat zie je terug, dat voel je terug in al hun modellen. De Gazelle Miss Grace heeft zijn motorplaatsing in het midden met de 40 Nm Bosch ActiveLine motor. Deze motor zorgt dus voor die fijne trapondersteuning die de fiets in zijn geheel meeneemt, omdat die krachtsensor gewoon perfect werk levert. De accuplaatsing zit achterop, standaard met 300 watt, maar is uit te breiden tot 400 of 500 watt. En met een 300 watt heb je ongeveer tussen de 40 en 80 km bereik, maar het ligt er wel aan hoe je deze fiets belaadt, want het is een transporter. De Gazelle Miss Grace wordt niet uitgerust met een zadelpenveer of een voorvorkveer, maar de houding van deze fiets is door het fijne zadel, de goede houding ten opzichte van het stuur, heel erg comfortabel om op te zitten. Het stuur is wat breder en dat is om te zorgen als je een grote krat vol hebt met boodschappen, dat je alsnog voldoende balans houdt bij het fietsen. We hebben een stevig standaard in het midden, dus voor achterbepakking willen we niet zo'n zijstandaard. Hij moet gewoon goed stevig stilstaan. En een stuurvergrendeling om te zorgen dat het stuur niet kantelt. Met een transportfiets als deze wil je zonder problemen alles mee kunnen nemen. En dat is mogelijk. Dit werkpaard heeft natuurlijk ruimte voorop voor de schooltas, de sporttas of de boodschappen. Achterop hebben wij een rekje met extra bescherming om te zorgen dat je een fietstas prima kwijt kan. En dan nog, hij is prachtig. Met deze fiets wil je ook op het schoolplein gezien worden. Als we deze fiets gaan vergelijken met andere modellen, komen we uit op de Cortina U4 Transport Solid. Deze is ook uitgerust met een Bosch motor. Of de Batavus Pact Ego Plus. En die heeft dan wel een ander type motor. Maar allemaal zijn het transportfietsen waar je alles op mee kan nemen. Wat zou deze fiets kunnen missen? Nou, hij wordt veel gebruikt als een moederfiets. Dus eigenlijk een beetje de ruimte voor de voeten van het kinderstoeltje die mist. Nou, dan heb je opties. Of je haalt de bovenste boutjes los en je kan hem naar voren klappen. Of hij wordt naar voren toe geplaatst. Aan de achterkant, mochten de kinderen wat ouder zijn of je wilt wat zwaars vervoeren. De bagagedrager is open aan de bovenkant. En al het gewicht wordt rechtstreeks op de accu gedrukt. Dus dat is niet verstandig. Dus zorg altijd dat er een houdertje bij zit. Verder eigenlijk niet zoveel. We hebben een hele goede Bosch motor. We hebben daarbij natuurlijk de Bosch accu's zitten. En een perfecte houding. Dus weinig wat er mis kan gaan. Wat krijg je allemaal bij de Gazelle Miss Grace? 7 versnellingen, een Purion display, hydraulische velgremmen. Die zitten op de velg en die slijten wat sneller dan dat een schijfrem doet, maar meer dan voldoende remvermogen. Wat zit er nog meer op? Een stuurslot met een dubbel standaard zorgt ervoor dat de fiets niet omvalt als die zwaar beladen is en het stuur gewoon recht blijft staan als je hem aan het beladen bent. Dan hebben we uiteraard een rek voorop. Nou, dat is dan eventueel mogelijk voor het kinderzitje iets naar voren te plaatsen. Een bagagedrager en LED-verlichting aan de voor- en achterzijde die we met de plusknop aan- en uitzetten. Om de Miss Grace nog completer te maken en nog meer mee te kunnen nemen, hebben we natuurlijk een prachtige mand die we voorop kunnen plaatsen. Hier kunnen we van alles instoppen, picknicken, je boodschappen. Alles wat je zou willen. Kortom, mand. Kort samengevat is de Gazelle Miss Grace C7 2022 een hele fijne fiets met veel comfort tijdens het rijden, ook met zware belading. Deze fiets is gewoon trendy, mooi en een plaatje om te zien. Ben je op zoek naar een elektrische transportfietsen, dan is er heel veel keus. Maar sla de Miss Grace niet over. Misschien is dit wel de juiste keus voor jou. Vond je de video leuk en zou je er meer willen zien? Abonneer dan nu op ons YouTube-kanaal.